Hey, goedemorgen. Het is woensdag 5 december. 5 december? Nou, dat zouden we willen. Het is woensdag 5 september. En we zijn aan boord van Drifter 22 Dulce Bella. We varen in een oostelijke koers. Met een noordwestenwind. Dus dat, wat kan je beter hebben. En we varen eigenlijk op het Terschellinger. Wat heet dat hier volgens mij? Dat zijn de droogtes zo op de oostkant van de Schelling. Dus dat straks nog eventjes controleren. En wat u hier in de verte ziet, dat is de kaap voor de eerste slenk. En die heeft als bijnaam het kopje van Dex. Nou, waarom heet dit het kopje van Dex? Al ver vanaf het wat is deze bomenformatie zichtbaar. En ze staan nu redelijk in het blad. Maar ik moet zeggen, soms zag het er een stuk desolater uit. Eigenlijk ja, vrij kaal. En toen een van de vrienden toch wat minder haar begon te krijgen, is dit het kopje van Dex genoemd. Ook omdat er vaak nachtelijke aanlopen gedaan werden om in de beschutting van het is eigenlijk een soort kaap, te geraken. Bij inderdaad ook dit soort noordwestelijke winden. Het is een prachtig landschapje. Het leuke is om zo dicht langs de kust te varen, is dat je eigenlijk in een soort duinenlandschap vaart. En ik moet even opstaan om wat panorama shots te kunnen maken. Het schip draait meteen weg. Nou ja, het maakt niet zoveel uit hier. Het is toch niet zo warm. Want helemaal in de verte, waarschijnlijk niet meer zichtbaar, het laatste boerderijtje, dat is de Wierschuur waar we vannacht hebben overnacht. Uit een mate comfortabele en rustige nacht. We hadden ongeveer 12 uur het anker erin gedaan. Maan overgoten. En je ziet hier wat een heerlijk landschapje langs vaart. Tenminste, ik vind het erg prettig. Daar zit een eenzame fietser. Of is een dode zeehond. Nou, daar net voor het duimpannetje in de verte. Nou ja, anyway. Onder het motto fel genieten varen wij hier rustig het oostelijke koersje op weg naar de vierde slenk. Waarbij we wel een beetje moeten oppassen omdat het afgaand water is. Oh, daar gaat ze. Nee, dat is wel hier. Kom hier. Okay. Dat het afgaand water is en het kopje van Dex staat er onbekend dat het vrij ondiep is tot ver in de droogte. En je ziet ook dat daar eindigt het dijkje. Dat begint eigenlijk bij de Vierschuur en eindigt bij het kopje van Dex. Ik weet niet of het signaal is, ook niet zo belangrijk. Maar in de verte, daar zien we de slenken beginnen. Dat is het gebied waarna we op weg zijn en het allermooiste is natuurlijk de vierde slenk. Oh, wacht even, ik zie daar in de verte ook al wat vogels staan. Dat houdt meestal in dat we daar niet kunnen varen. Dat het een hele lange dag zou kunnen worden. We gaan eventjes terug naar de navigatietafel. Dit was Drifter 22 Dulce Bella. Zuidelijk van het kopje van Dex. Stop.